Instagram. Yo boys, tof dat kijken naar deze nieuwe video. Ebbe Floris. En vandaag staan wij op mijn kamer. We zitten niet vandaag. Nee, want zoals jullie zien, we zitten niet in een game. Maar jongens, we gaan vandaag wat unboxen. En dat is dit mooie statief voor je microfoon. En ja, ik dacht dat is wel leuk voor mijn setup, want meestal staat mijn microfoon op mijn bureau en dan ja, ben ik een beetje aan het schuiven en zo. Van waar kan ik dat ding nou het best neerzetten? Dus ik heb dit ding gekocht en dat gaan wij vandaag ook vastmaken aan mijn bureau en ja, testen. Dus ik ga hem nu even lekker unboxen voor jullie en dan, ja, dan gaan we kijken wat hierin zit. Dus jongens, tot zo. Nou boys, daar zijn we dan. We hebben, ja, ik heb de camera even zo neergezet, dat kunnen jullie het best zien. Dus nou, dan gaan we hem even openen maken. Open maken. Ik zag open maken. Wauw. Oké. Ik dacht dat ik een schaartje nodig had, maar zoals je kunt zien, ja, hoeft dat niet, want er zit geen plakbandje om. Dus doe je mesje. En ja, gelukkig geen zoveel, niet zoveel plakband. En wat we eerst zien in deze box zijn allemaal gekke dingetjes. En dan eerst het statief natuurlijk. Dus die halen we er even uit. Oké, dat geeft gelijk al een pakje. Oké, nou, dit is een pakkie en dit is het statief. Oh, nou lekker hoor. Maar hier gaan we even kijken wat in deze bakkie zit. Dus laten we eens even kijken bij deze. En ik denk dat dit een tafelklem is. En jouw, dit is een tafelklem. Die kan je op je tafel maken. En dan ja, hoef je geen gat erin te boren voor je tafel. Ik weet nog niet welke ik ga doen. Maar ja, want je hebt er namelijk nog één. En dan zijn dit de schroefjes van. Zoals je kan zien. En de tafelklem zelf, dus die kan je op je tafel neerzetten en dan ja, staat die als goed is mooi goed vast. Maar ik weet nog niet welke ik ga doen, want zoals jullie, kijk, ik zal het wel even laten zien. Kijk, dit is een beetje mijn setup hier, oh, hoho. Ik heb mijn setup niet echt opgeruimd of zo, maar, maar zoals jullie kunnen zien, ik heb zo'n hoekje, weet je wel. En dan kan ik niet net die tafelklem er niet bij doen en dat is gewoon rond mijn hele bureau. Dus dat is een beetje irritant, maar ach ja. We moeten er maar een beetje mee leren leven. Ach ja, wat maakt niet uit. We gaan nu eventjes door met deze mooie tafelklem. Eventjes mijn beeldscherm die ik even dat kan zien. Maar oké, zo. Dan gaan we eens even openmaken. Oh, jij hebt wel mesje wel voor nodig, jongens. Nou, even opensnijden hier. Hoppa. Zo, toppie. En dan gaan we even kijken wat hier allemaal in zit. Zo. Ja hoor, daar hebben we hem. Het mooie statief. Ja, er zit een USB-kabel al zelf bij. Zoals je kan zien, zit al in het ding zelf. Dus ja, die kan mooi in je computer of PlayStation of wat je wil. Waar je die USB-microfoon voor kan of wil gebruiken. En ja, dan ga ik hem maar eens eventjes opstellen aan mijn bureau. Dan, ja, dan zien jullie mij zo meteen als ik hem heb opgesteld. Dus tot zo. Oh, trouwens, ik kan nog even niet laten zien hoe dat ding open gaat namelijk. En dat ding gaat gewoon even zo open. Hartstikke idee. En dan als het goed is, ja, ik pas niet op webcamkader. Ik ga op mijn bed zitten. Kijk, dan heb je hier gewoon je microfoon aan. Zo, hartstikke mooi. Het loopt allemaal nog een beetje stroef. Maar hier zitten allemaal van deze knopjes. Zoals jullie kunnen zien. Kun je daar aan draaien en dan ja, wordt je wat soepeler. En ja, zoals je kan zien, deze USB-kabel zit er ook in verwerkt. Als jullie dat kunnen zien zo. Nou, mooi. En dan, ja, we gaan hem nu echt installeren op mijn bureau, een soort van. En dan, ja, maar zo klapt hij in ieder geval uit. Ik dacht, misschien wouden jullie dat ook nog weten, maar ja, dat is wel logisch, denk ik. Gaat niet zo heel zwaar, eigenlijk, dus ben ik wel blij mee. Soms kan hij ook wel heel zwaar zijn. Maar jongens, dan zie ik jullie als ik hem heb, nu echt, als ik hem, ja, heb opgesteld op mijn bureau, dus zo. Yo boys, en daar zijn we weer. Het is weer eventjes een tijdje verder dat ik nou uiteindelijk klaar heb staan. Want ik moest nog even wat schroefjes erin boren, want ik ben toch eigenlijk voor dat schroefjesmechanisme of zo erg, ja, gekozen. Want dat ging toch het beste op mijn bureau, zoals je kan zien. Want kijk, ik heb namelijk zo'n bureau en dan gaat dat, ja, net niet. Kijk, want dan is het gewoon gelijk helemaal vlak naar beneden, dus ja, dat helaas werkt dat ding niet. Kijk, ik kan hem wel even pakken. Heb ik in dit laadje liggen. Hoppatee. Kijk, en deze klem, ja, die is niet zo lang. Ja, voor dit. Dus die kan ik hier niet aan vastmaken. Ja, dus die had ik niks aan.
Maar in ieder geval, dit is ook gelijk teams eventjes mijn setup. Dus als mensen dat wouden weten hoe mijn setup eruit ziet. Ja, ziet ze zo mijn setup eruit. Hartstikke mooi. Met natuurlijk mijn mooie broadcast arm, oftewel microfoonarm, wat je maar wilt. Dus ik schrijf eventjes mijn ding aan de kant, dus zal ik gewoon even, ja oké, okay, dit is gewoon een monitor, twee monitoren van Philips, zoals je kunnen zien. Ja, mooi toetsenbordje, kan nog een verschillende modus zoals je kan zien, of ja, nog niet. Hier een rood en dan mooi dingetje, weet je wel. En ja, rainbow effect. En hier nog een mooie Razer Chroma mouse, zoals je, nou deze in ieder geval, van Razer, dat vond ik wel fijn. Met heel veel knopjes aan de zijkant, vond ik wel fijn voor Fortnite en zo. Voor wat ik ook, ja, gameplay eigenlijk, bijna heel vaak. Maar we zijn eigenlijk voor dit mooie statief en ja, ik op de camera zie je niet heel goed. Ja, dat. Ja, het is een beetje donker. Vanwege het buiten is het donker nou. Dus ja, jullie kunnen het niet zo heel goed zien. Maar mijn microfoon is trouwens... Wacht, ja. Is trouwens de rode NTS USB microfoon. Yes. Lekker. Okay. Nou, dat is dus mijn microfoon. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. En lekker bezig. Waarom valt dat nou weer? Oh mijn god, ik knal één keer met de... Ja, oké, okay, perfect. In ieder geval, daar heb ik nooit last van gehad. Maar in één keer nu, omdat ik nu dit wil laten zien, knalt dat om. Nou, perfect. Vraag me niet waarom dat dit allemaal deze dingen zijn, maar... Oké. Dan kwamen we in ieder geval voor dit ding. Dat, ja, hij kan in ieder geval over mijn hele setup eigenlijk, zoals je kan zien. En dan kan hij hier nog zelfs naar beneden. Dus hij kan eigenlijk gewoon helemaal naar deze kant van mijn setup eigenlijk. En, ja, en ook helemaal naar deze kant. Nou, ik kan dus ook zelfs gewoon helemaal hier staan als ik bijvoorbeeld wat daar moet doen terwijl mijn microfoon daar is. Kan bijvoorbeeld ook. Maar meestal zet ik hier gewoon zo lekker, weet je wel, op mijn setup. En dan, dan heb ik gewoon mijn microfoon mooi hier zo boven mijn webcam staan. Denk ik dat dat wel het chillst is wat ik kan hebben. Dus gewoon zoiets bijvoorbeeld. Dan heb ik het misschien iets netter hangen. Dan heb ik dit misschien ook tijdens de stream zo, weet je wel. Dan weten jullie dat dat zo eruit ziet. En trouwens, ik gebruik ook twee camera's. Deze is echt gewoon alleen voor het streamen wat ik doe. En die voor video's, voor de PlayStation en zo. Ja, dat is pretty much it. Mijn setup. Twee boxies zo daar. Twee boxies daar. Dus dan heb ik lekker veel geluid. Maar ja, dit zijn dus gewoon... ja, mijn, hoe heet dat? Mijn hele setup. En trouwens ook nog een mixer, super chill. Ja, voor mijn game, voor mijn PC en mijn PS4 geluid samen te horen. Ja, dus dit microfoon arm is natuurlijk één dikke aanwinst voor mijn mooie setup eigenlijk. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Dus daarom wil ik jullie ook nou ook bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef dan sowieso even een like. Dan weet ik dat jullie het leuk vonden. En er komt dus zo snel mogelijk wel weer een mooie nieuwe Fortnite video. Of een Black Ops 3 video. Of wat voor een video er komt. Zien jullie me daar wel. En ja, dan was dit in ieder geval de unboxing video. / review. / setup. Tour. Door mijn kamer. Dus in ieder geval, tot de volgende keer. Laters. Oh ja, voordat ik het bijna vergeet. Hier komen nog wat mooie beelden van mijn setup. Want... ja, dat vond ik nog wel leuk even om te doen. Dus hier komen nog wat mooie beeldjes van mijn setup. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus geniet nog van de mooie beeldjes. Ik wou later zeggen, maar geniet nog van de mooie beelden die eraan komen. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Laters!